ouders. En dan zou ik dus aan de ouders willen vragen van, heb je je met occulte dingen bezig gehouden? Christen zeggen dan vaak nee, maar dan kun je eens doorvragen naar occulte geneeswijzen en dergelijke. Soms ligt de oorzaak daar. Niet altijd, maar het kan een aanknopingspunt zijn. Ja. Ik heb nog een vraag. Een momentje, mevrouw. Wilt u het even in de microfoon doen? Het schiet me zo te binnen. Ik ken mijn kinderen die vroeger altijd een fantasievriendje hadden. En daar hadden ze ook echt een naam voor. Is dat ook... die zagen ze ook s'nachts. Ja. Wat die fantasievriendjes betreft. Dat wordt in verschillende basisschoolmethoden enorm gestimuleerd. Ga even iets verder, dat merk je wel op de PABO. Dus er zijn allerlei, een heleboel mensen die eigenlijk meer in New Age en zo geloven, die vinden dus dat wij veel te rationeel en zakelijk bezig zijn. En die willen vooral de spirituele mogelijkheden van kinderen uitbuiten. Nieuwe tijdskinderen en dergelijke, van die kinderen die horen en zien en voelen meer dan een gemiddeld kind, en dat willen ze dan erg stimuleren. Er zijn dus ook heel wat boeken, heel wat methodes die stimuleren dat kinderen een vriendje nemen. Dat kan een teddybeer zijn, dat kan een pony zijn, dat kan een hondje zijn. Dat kan onschuldig zijn, puur als fantasie, als verbeelding. Maar wat veel van die boeken en methoden bedoelen is dat het een geestelijke werkelijkheid wordt. Dat hij dus ook als geest aangesproken wordt. En dan is de volgende term die dan gebruikt wordt, een geleide geest wordt. Dus er zijn heel wat jongeren die een geleide geest in hun leven vragen om hulp te krijgen bij beslissingen die ze moeten nemen, om op school betere resultaten te boeken. En zo'n geleide geest, ja, dat is duidelijk occult. Maar daarvan geldt dat Satan zich vaak voordoet als een engel des lichts. Dus als een heel lief fantasiefiguur. Terwijl dus de eigenlijke werkelijkheid toch wat anders is. Dus ook hier begin ik weer bij het natuurlijke. Natuurlijk, kinderen kunnen een fantasie hebben. Kunnen zeggen, nou, dat en dat zag ik in mijn dromen. Best, niks meer aan de hand. Maar er zijn honderdduizenden Nederlanders die dat enorm stimuleren in de geestelijke richting. Zijn er mensen die hierop in willen gaan? Ja? Ja, schiet in één keer binnen, daarbij wil ik met muziek les aan. Dat de juf zei, nou, nu gaan we met z'n allen op de tafel liggen, zo, met ons hoofd. En dan zet ik een rustig muziekje op en dan moet je zeggen wat je daarbij voelt en zo. Ja, dat vond ik al zo raar, weet je wel. Want ik heb dan gewacht, dan ben ik een beetje te nuchter dan voor. Ja. Gelukkig maar. Nou. Nee, maar kijk, er zijn natuurlijk een heleboel ontspanningsoefeningen die goed zijn. Want wij leven natuurlijk in een gestreste maatschappij. Hè, dus soms wil men heel nadrukkelijk ontspanningsoefeningen dan doen. Maar het vervelende is dat er allerlei methoden zijn om verder te gaan in die geestelijke richting. Wil je daar meer van weten, dan kan ik aanbevelen de stichting Bijbel en Onderwijs in Amersfoort. Dat vind ik op de website www.bijbelenonderwijs.nl. Die verdiepen zich enorm in allerlei kindermateriaal, wat op de scholen gebruikt wordt, om dat ook te toetsen aan Bijbelse normen. Andere mondelinge vragen? Ik heb hier een vraag staan, dat is een vraag aan u, en daarna ga ik hem uitleggen, dus ik ga hem eerst aan u stellen. De vraag hier staat, hebt u zelf ook last van aanvechtingen? Vraagteken aan, want als je echt oprecht christen wil zijn, en je legt dit ook voor aan God, je tot zijn eer wil leven, maar nu niet het idee hebt dat je echt aanvechtingen hebt. Een beetje een ingewikkelde vraag misschien, maar snap je? Ja. Dus ik heb vanavond eigenlijk twee dingen gezegd. Aan de ene kant, iedere christen heeft aanvechting. De catechismus noemt dat ook. Tegelijkertijd zeg ik ook bij van hoe meer je wilt betekenen in de dienst van God. En hoe meer je die roeping ervaart en daar ook aan toegeeft, des te meer zul je ook weerstanden tegenkomen. Dus misschien heb je een tijd dat je
vreugde in God hebt, blijdschap, rust, dan, wat David zegt, bij God spring ik over de muur, dan lijkt een heleboel mogelijk en dan heb je totaal geen aanvechtingen. Nou, wees ontzettend blij dat dan zo is. Maar als je in de dienst van God werkzaam bent en je probeert te spreken met anderen over het geloof of de dingen te getuigen, ja, vroeg of laat komt dat. He, vaak door de achterdeur, op een manier dat je er helemaal niet op rekent. Dus het kan wisselen per periode. Vervolgens ook de persoonlijke kant, of ik er ook last van heb. Ja, ook heel erg verschillend. Er zijn perioden dat ik er eigenlijk geen last van heb. Dat er gewoon rust en vrede is. Het volste vertrouwen. En een ander moment, dan ineens krijg je een mailtje of een telefoontje. Of ineens gebeurt er wat. Dat ik ontzettend klein en nietig voel. En denk ik, stop er allemaal mee. Het is allemaal niks. En durf ik niet. Dus, soms zit er een natuurlijke oorzaak, dat ik te slecht geslapen heb en dat ik, om zo te zeggen, leeuwen en beren zie. Andere keren denk ik van, wacht even, wat is hier aan de hand en wat mag ik nu niet doen? Maar dat is dan weer een stimulans op juist die geestelijke wapenrusting te hanteren. En dan kan het ook gebeuren dat na een periode van, of een tijd van bezinning en gebed, dat die rust dan weer terugkomt. Dus ik ga